Breda Nu. Je weet het meteen. Dag dames en heren. Een bijzondere plek, maar niet voor twee pas afgestudeerde megatronische ingenieurs. Zij vertrekken volgende maand, om precies te zijn 7 november, van Amsterdam naar Dakar. En ze doen dat voor het goede doel. Wij spreken hun in aanloop naar hun vertrek. Louis en Ivo, we staan hier in de bush van Breda. Jullie gaan van Amsterdam naar Dakar. Waarom? Ja, dat doen we natuurlijk niet zomaar. A, is het goed voor het avontuur. We houden wel van een avontuur. En daarnaast doen we het om geld op te halen voor het goede doel. Het is een project, een lokaal project in Afrika. En jullie vertrekken op 7 november. Hoe lang gaat de reis duren? De verwachte reis is 24 dagen. En daarvan zijn 6 rustdagen, dus dat we er niet rijden. En zijn echt ongeveer 18 dagen dat we wel verwachten dat we aan het rijden zijn, ja. Jullie hebben deze mooie auto aangeschaft. Hebben jullie zelf er veel aan geklust of was die al in deze staat met dakrek erop en 2 extra banden zie ik? Nee, zo was die niet. Hij was ook niet APK gekeurd. Dus in het begin moesten we wel zorgen dat die APK gekeurd was om op de weg te mogen. Daarnaast hebben we ook nog extra banden geregeld en een dakrek en alles dat erbij komt kijken om deze reis te kunnen maken. Oké, okay, en als jullie daar aankomen, gaan jullie zelf ook nog meehelpen of gaan jullie meteen weer rechtsomkeerd als je gearriveerd bent? Nou, het idee is sowieso dat we een kijkje gaan nemen bij het project. Ik ben ervoor bezig, omdat ik toch nog geen vast werk heb op dit moment, om een maand nog te kunnen blijven nadat ik ben aangekomen. En eigenlijk ons echte doel is om het project al te kunnen voltooien. Genoeg fondsen op te halen, genoeg materiaal op te halen om het project al te kunnen voltooien als we daar aankomen. Wat moeten we echt bij het project voorstellen concreet? Nou, het project houdt in, ze hebben in 2011 is er een school gebouwd in het dorp. Deze school is moeilijk te onderhouden door het dorp zelf. En in plaats van ze geld te blijven geven om ze te steunen, hebben ze besloten om er in 2012 een sinaasappelboomgaard bij te bouwen. En dit is om werkgelegenheid, geld in het dorp te creëren. En dit werkt vrij goed. En om dit nog beter te gaan laten gaan, komt er een waterput bij deze boomgaard en moestuin. Om het project nog beter te laten verlopen. Hoeveel rijden mee in de route? Volgens mij zijn er tot nu toe ongeveer 25 tot 30 auto's die meerijden. En die gaan allemaal voor hetzelfde goede doel? We hebben die hier een ander doel? Nou, je kan kiezen tussen verschillende goede doelen. Er zijn via de organisatie 4 of 5 doelen waar je voor kan rijden. En iedereen kan kiezen voor welk goede doel ze rijden. Dus er kunnen meerdere voor hetzelfde goede doel rijden. Kunnen jullie al vertrekken of moet er nog het nodige gebeuren? Ja, in principe, de auto rijdt. We hebben al het brood nodig om te gaan reizen, hebben we wel. We willen graag nog wat meer ontvangen voor het goede doel sowieso. En daarnaast zijn er nog heel veel spullen die we goed kunnen gebruiken om de reis in ieder geval te halen. Ja. En jullie zoeken nog sponsoren, want zij kunnen op de auto een mooie sticker plakken, heb ik begrepen. Hoe kunnen zij zich melden, de sponsoren? We hebben een Facebookpagina waar alle informatie op staat om ons te kunnen bereiken. En via daar doen we eigenlijk alles voor de sponsoren te werven. En plekjes zijn te koop nog op de auto. Dus als bedrijven of personen, het maakt niet uit, mogen ook particulieren zijn, zich geroepen voelen ons te helpen, is dat mogelijk. Ja, en dan vertrekken jullie vanuit Amsterdam richting Dakar. Hoeveel kilometer is het eigenlijk? Ja, het zal ongeveer 8000 kilometer zijn op maximaal, ja. 8000. En rijden jullie dan allebei 4000 of hoe moeten we dat zien? Ja, we gaan het wel zo eerlijk proberen te verdelen, zo eerlijk mogelijk. Oké, okay, mooi zo. Dan wens ik jullie een hele goede reis. Dankjewel. Tot ziens, hoi. Breda Nu. Je weet het meteen.